Slimmer werken werkt omdat vakmensen elkaar echt ontmoeten en echt vragen aan elkaar stellen. Slimmer werken werkt omdat leidinggevenden er echt even bij blijven en vragen stellen. Maar slimmer werken is vooral leren. Ander gedrag vertonen. Ja. En dat is waarom ik hier ook zit. Daarom denk ik, was zo blij dat er stond, ontwikkeling van vakmensen. Ja. Dit is precies de kern waar het om draait bij het Slimmer Netwerk. Alweer ruim een jaar geleden is dit initiatief van BZK in samenwerking met Kennisland actief. En wat we eigenlijk zeggen vanuit het Slimmer Netwerk is wat we een hele goede manier zou zijn ook om de kracht en de talenten te benutten die in de maatschappij ook aanwezig zijn. Bij professionals, bij burgers, bij organisatie. En daar zijn allerlei oplossingen mogelijk, namelijk dat organisaties veel slimmer met elkaar samenwerken. Dat professionals dingen op andere manieren doen, dat je technologie gebruikt. En dat Slimmer Netwerk probeert allemaal mensen bij elkaar te binden om die innovatiekracht van onderop mogelijk te maken. Tijdens een cafébijeenkomst kwamen netwerkers van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie naar Utrecht om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Ik heb ideeën gehoord die me aanspreken in de zin van hoe gaan we nu om met de jongeren, hoe krijg je die in de organisatie, hoe behoud je die. Ik heb ook iets gehoord over schuldsanering, daar heb ik zelf niet zoveel mee, maar vooral een heel leuk voorbeeld. Die heeft ook een prijs gewonnen, heb ik begrepen. Dus ik heb wel leuke andere inzichten gekeken die misschien wel over hetzelfde probleem gaan. Vaak over communicatie onderling. En ik vind ook juist dat we nu ook hier heel intern gericht bezig zijn. En ook niet wel wat meer verbinding met elkaar zouden kunnen hebben. En is dat ik zie van mensen met goede ideeën, hoe geef je die nou de ruimte? Zodat die ideeën ook echt tot bloei kunnen komen en dat ze niet afgeknot worden. Oh, risico's, kan niet. Dat is één van de dingen. En het andere is dat ik heel erg bezig ben met samenwerking zoeken. En dit is echt een netwerk om mensen te vinden die met dezelfde drive bezig zijn waar je van kan leren. Ja, met die warme contacten is het inderdaad, dan is het heel goed leerbaar. Vooral op de manier van de back-office gaat een keertje mee met de front-office. En omgekeerd, dan hebben ze pas begrip met elkaar voor elkaar. En dat hoeft niet zoveel tijd te kosten, maar het is allemaal communicatie. Ja, en dat begrip zit hem niet in het opschrijven van inhoud of protocollen. Het is niet. Het netwerk maakt gebruik van speciale do-tanks. Dat zijn groepjes mensen, professionals, werkzaam bij de overheid of bij gemeentes, die zich vormen rond zo'n praktijkvraagstuk, rond een maatschappelijk vraagstuk. En die proberen met elkaar te komen tot een oplossing die echt werkt in de praktijk. Maar wat ze natuurlijk ook kijken is, hoe leren we daar nou van? Welke lessen zijn daarvan te trekken? En hoe kunnen we die effecten verduurzamen en hopelijk zelfs opschalen? Ook spelen social media een belangrijke rol bij het slimmer werken in het openbaar bestuur. Op LinkedIn spreken de netwerkers over hoe de overheid op een creatievere en innovatievere manier kan functioneren. En het is ook wel gewoon leuk om de posts op de groep te volgen. Dat je denkt van, hé, dat is een interessant onderwerp, daar hou ik me ook mee bezig. En dan ga ik niet altijd met de discussie meedoen, maar soms zoek ik dan wel die persoon op die post geplaatst heeft.